kijkend naar de afgelopen 25 jaar en wat we hebben bereikt, sterkt mij in de overtuiging dat wij ook in de komende decennia, ondanks alles wat er speelt, een wereldleider zullen blijven in de tuinbouwsector. Maar wat ik het mooie vind daarvan is aan de ene kant de ambitie, de innovatie, de vernieuwingen. En ook ja, toch die maatschappelijke vraagstukken beter pakken, maar ook in samenwerken met de overheid. Er zijn twee beroemde toespraken geweest van Kennedy en die zijn eigenlijk heel belangrijk. Het bekende moonshot verhaal. Belangrijk voor elke individu, bedrijf, organisatie. Als je echt iets wil bereiken, moet je alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen. Laten we even luisteren naar een paar zinnen uit die toespraak. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Dat is de oesterzwammerij uit Bloemendaal. Van harte gefeliciteerd. Uit Bloemendaal. De winnaar van de themaprijs. Michiel, gefeliciteerd. Erik, gefeliciteerd. We hopen dat maar heel veel tuinbouwbedrijven mogen volgen en het circulaire voorbeeld gaan implementeren. Je bent met elkaar allemaal even goed. En natuurlijk, we zijn super blij. En ja, misschien dat een stoute droom is uitgekomen, dus heel erg leuk. 3, 2, 1. Winnaar is Stolk Brothers uit Bergsenhoek. David en Pieter, kom bij mij. Van harte gefeliciteerd. Jij ook, gefeliciteerd jongen. Ook. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. De oorkonde is voor jullie, de bloemen van Michiel zijn voor jullie. Ja, allereerst zijn we heel dankbaar dat we de support hebben gekregen. Dat we deze prijs hebben mogen winnen. Dat is allereerst wat in me opkomt. Voor iedereen die eraan meegewerkt heeft. Ja, voor onze klanten, onze medewerkers, toeleveranciers. Dat is, wij hechten aan relaties. En die probeerden we goed te onderhouden. Daar zijn we dankbaar voor. Vandaag zie je het ook weer hoe uiteenlopend die ondernemers zijn. Hoe ze zelf elke keer een weg vinden op die internationale markten. Ik denk in een sector waar Nederland echt trots op mag zijn.